zei tegen mijn huis, zou ik komaan, we gaan op trip. Terug naar de natuur en zonder luxe, dat is hip. We trekken ons diep terug in een of andere wildernis. Akkoord zei onze kleinste, als er maar wifi is. Als er daar maar wifi is. De bomma is gestorven, zei ik spijtig, maar dat mag. Dat overkomt wel vaker mensen op hun oude dag. Week zei onze jongste, ik zal de bomma skypen dan. In de hemel is er vast wel wifi, dus dat kan. Vast wel wifi, dus dat kan. Of dat wel zo is, ik zou het niet weten. Ik hoor liever tot de club der digibeten. Belde aan de deur. Ik wil flexibel zijn, ik haat mezelf als ik zeur. Maar zijn allereerste woorden vond ik toch een raar begin. Wat is hier de wifi-code, was zijn eerste zin. Dacht, die komt er nooit meer in. Maar het wordt spijtig genoeg, vooral verenigd door de nationale voetbalploeg. En schieten ze tekort daar op het heilig gras, weet dan zeker dat er daar te weinig wifi was.